Vind jij er nou van, Dex? Inderdaad. Hallo, goedemorgen. We beginnen de dag weer lekker zonder make-up, want ik werd daar gisteren opgemaakt. Dus ik word vandaag weer opgemaakt in de ochtend. Dat is toch wel weer heel erg fijn. En nu shaky om even goed te ontbijten. Ik ben trouwens wel echt zeer moe. Weer 5:15 ging de wekker en dat was best een beetje wennen. Maar ja, het komt vooral omdat ik gewoon te laat ga slapen. Cheers. Oh, mijn meisje is ook alweer wakker. Jola, die is een beetje zenuwachtig, want die heeft vandaag een schoolreisje. Zuiderzeemuseum. En Jola was al heel vroeg wakker. Ik vind het wel heel jammer dat ik jou niet kan uitzwaaien vandaag. Met de bus. Vorig jaar ging mama mee in de bus. Hè? Nou, ik ben weer in Bussum. Ik voel me net TP1 die weer aan het werk gaat. En back to work. Steeds bezig, dus het gaat later worden dan gisteren voordat ik thuis ben. Wachten en nog eens wachten. 2 scènes meegedaan. Ik hoop wel echt dat ik zo kan gaan, want dan kan ik nog een beetje vloggen vandaag. En I'm back in the car. Eindelijk zit ik in de auto. Vandaag iets later dan gisteren. Het is 6:00 precies, dus valt nog mee. En ja, ik ga lekker naar huis. Samen met mijn doos die nog steeds achterin de auto ligt. Ongeveer al een maand realiseer ik me net. Op een dag was ik mijn huis aan het opruimen. En toen dacht ik, die doos die breng ik morgenochtend wel even langs Grofvuil. En vervolgens rij ik er dan een maand mee in de auto. Dus, maar ik ga nu rijden. En snel naar mijn liefjes toe. Bart heeft eten gemaakt en wel dit. Wat? Het zijn de restjes. Dus kip shawarma met mager rundgehakt en paprika er doorheen en allemaal groente dingetjes en zo. Jola, wat fiets. Ik kom ook een beetje in beweging vandaag. Chill met dit weer. Oh, gaat hij zo licht. Eens kijken hoe bond Jola is. Later! Oh, de sleutels. Val je er nou gewoon af, Dex? Ik ben mijn sleutels weer kwijt. Moet je ze verzoeken. Misschien liggen ze bij je verstand. Misschien moet je gewoon een vaste plek hebben voor je dingen. Ik heb hem. Hé. Oh ja, het is ook elke keer als je ze kwijt bent, zitten ze gewoon in je zak van je jas. Waarom is het dan niet dat je als je ze kwijt bent, dat je gelijk naar je zak loopt? Waarom ga je elke keer dezelfde routine het hele huis door? Ik snap er ook geen zak van. Wat vind jij er nou van, Dex? Inderdaad. Vertel eens. Was het een ouderwetse? Ouderwetse? Een openluchtmuseum zeker. En wat had je daar allemaal? Je had rare bedden. Een bedstee. Zo in de muur. Wel heel gezellig. In een kast. Oh, dat is, ik vond het juist ik wel vond het gezellig. Ook gezellig. En waren jullie er in die tijd? Nee. Nee, zo oud zijn we ook niet, joh. Dat was pas in 1920. Was toen matten kloppen en dan waren ze. Dus wij hebben 5 gedaan. Oh, vet leuke dag gehad dus. Hè? Mm-hmm. Zeg je even gedag, want je moet slapen. Nee, ik ga niet slapen. Jola gaat naar bed. Doei. 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 Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En tot... morgen. Doei.